En de spanning in en om Iran loopt voort op nu een vooraanstaand kernfysicus is vermoord door Israël, zegt Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans komt ook naar de studio. Vandaag is in Teheran Mohsen Fakhrizadeh begraven. Fakhrizadeh was een vooraanstaand kerngeleerde in Iran en werd vrijdag vermoord. Het Iraanse regime wijst naar Israël, dat op die manier zou willen voorkomen dat onder de nieuwe president in de VS binnenkort de Iran-deal nieuw leven zou worden ingeblazen. David Kriekemans, welkom, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Iran wijst naar Israël, verdenkt Israël achter deze aanslag te zitten. Is dat terecht, denkt u? Ik denk het wel. Quid bono, hè. Wie heeft daar voordeel van? En dan denk ik dat we toch vooral moeten kijken naar Israël, maar ook naar Saudi-Arabië en indirect naar de Verenigde Staten, de Republikeinen. We weten bijvoorbeeld dat er een zogenaamd geheime ontmoeting is geweest tussen de Israëlische premier Bibi Netanyahu en Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië, gefaciliteerd door Mike Pompeo, de Amerikaanse buitenlandminister. Dus u ziet een aantal politieke agenda's die samenkomen. Voor Israël is het natuurlijk het theocratische regime dat zij wensen te bestrijden. In Iran, ja. In Iran. Voor Saudi-Arabië is dat de regionale strijd Iran-Saudi-Arabië, waar eigenlijk Iran misschien in de toekomst betere kaarten heeft met aardgas. Saudi-Arabië met olie. Haar economie is eigenlijk achterstand aan het oplopen in de toekomst en heeft tijd nodig om te diversifiëren. En voor de Amerikanen is het dan natuurlijk Donald Trump die een aantal stokken in de wielen wil steken van Biden. En ja, dat een beetje moeilijker probeert te maken. Dus vele partijen betrokken eigenlijk, maakt het ingewikkeld. Maar als u zegt, de Amerikanen zijn erbij betrokken omdat ze het Biden willen moeilijk maken. Hoe dan? Of waar mikken ze dan op? Wel, er komt natuurlijk nu een Biden-administratie aan. En meneer Biden heeft gezegd dat hij eigenlijk terug wil keren naar de oude Iran-deal van juli 2015. Dat was dat eigenlijk het nucleair programma beperkt werd tot civiele doeleinden. En dat Iran dan geleidelijk aan in ruil terug binnengenomen werd in de internationale gemeenschap, kon er ook handel ontstaan. Trump, wat nu niet kan vanwege sancties. Trump heeft die deal in, ik denk mei 2018, ongeveer april, mei, heeft hij de stekker eruit getrokken en heeft hij bovendien sancties eventueel uitgesproken tegen Europese bedrijven die dan niet zozeer op die Iraanse activiteiten, maar bijvoorbeeld een Airbus bijvoorbeeld, die zou dan Amerikaanse sancties kunnen krijgen op haar Amerikaanse activiteiten. Dus extra territorialiteit. En zo hebben de Europeanen uiteindelijk, vooral de Europese bedrijven, hebben die ook hun staart terug ingetrokken. Dus de Europeanen konden hun stuk van die deal niet realiseren. Wat natuurlijk Trump nu probeert te veroorzaken, is dat moeilijker maken voor Biden om terug te keren naar die deal. Mm-hmm. Moeilijker omdat Iran, we zagen het net in de reportage, zegt dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Ja. Wij gaan terugslaan. Ja. Wat voor retaliatie zou dat kunnen zijn? Ja, maar dit is natuurlijk een val die heel mooi opengezet wordt door Pompeo en Trump natuurlijk. Hè? Want als er gereageerd wordt door Iran, Iran kan alleen maar asymmetrisch reageren, dus niet voluit militair. Dat zal dan eventueel via terroristische acties zijn. En dan komen we weer terug bij hetzelfde scenario als hoe het jaar begonnen is in januari, namelijk met een destabilisatie van Irak. Dat was na de aanslag op Qasem Soleimani? Ja, Qasem Soleimani, die dus die Iraanse generaal, die trouwens toen ook de Quds-brigades, Iraanse revolutionaire brigades, onder andere in Irak steunde, omdat in Irak in het zuiden de meerderheid in het land zijn Sjiïten. Mm-hmm. En u zou natuurlijk ook de Sjiïten weer in Irak kunnen opzwepen tegen de Amerikanen. Dat is een mogelijk asymmetrisch antwoord.
Maar als we daar dan verder over nadenken, Trump heeft altijd gezegd van dat hij eventueel ook wel een nieuwe deal wilde met Iran. Maar dan had hij een aantal opmerkingen. Wat na 2025, de Sunset Clause, hè, mm-hmm. want er was maar 10 jaar iets beslist, hè, die Iran-deal. De oorspronkelijke Iran-deal was over 10 jaar. Nummer 2, het rakettenprogramma van Iran. Als ze nu raketten gaan gebruiken, hebben de Amerikanen, zullen die zeggen van ja, maar dat rakettenprogramma moet daarin betrokken worden. En ten derde, opmerking van Trump, de regionale invloed van Iran moet ingeperkt worden. Dus het is wel zelfs het een asymmetrisch antwoord van Iran is ook een open val. Want dan zullen onder andere de Republikeinen op Biden druk gaan uitoefenen om te zeggen, die nieuwe Iran-deal, dat kan niet de oude zijn. Er moet iets gebeuren. Het moet eigenlijk nog strenger zijn. Het moet strenger en er moeten meer dimensies in omvat zijn. Ja, nu, we hebben het nu over Amerika en over Iran. Wat met Israël? Verwacht u dat daar nog iets ondernomen wordt? Dat die zich schrap zetten? Dat daar wraakacties kunnen plaatsvinden? Wel, ik denk dat Israël... dus het is waarschijnlijk dat Israël hiermee betrokken is. En natuurlijk, hun agenda ja, die loopt op dit moment parallel met deze van Trump. Eens Biden in office zit, is de situatie een beetje moeilijker. Het is niet uitgesloten dat er nog andere acties komen. Trouwens, we vergeten dat een beetje, maar in Natanz, een van de nucleaire sites van Iran, is er recent een explosie geweest. Er zijn dus misschien nog wel een aantal acties waar, denk ik, natuurlijk Israël en Bibi Netanyahu nu naar zijn eigen kiespubliek wil zeggen, kijk, ik onderneem nu nog een aantal acties om de veiligheid van Israël te garanderen en zogezegd Iran een terug te werpen in de tijd. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een beetje de agenda is. De strategie is daarachter. Wat ondertussen in Iran tot slot? Want we horen forse taal, maar zal het zover komen, denkt u? Wel, inderdaad. En dan moeten we, denk ik, gaan kijken naar de interne verhoudingen binnen Iran zelf. Trouwens, binnen 6 maanden zijn daar ook weer presidentsverkiezingen. De hervormers, onder leiding van president Rouhani en zijn buitenlandminister Zarif, die zaten de laatste jaren, sinds Trump die actie heeft gedaan, de Iran-deal gestopt heeft, zaten die in de verdrukking natuurlijk, hè. En nu zullen natuurlijk die radicalere elementen, de revolutionaire garde, de Quds-brigades, die zullen dan te roepen en tieren zijn wellicht in Teheran om iets te doen. En natuurlijk, ja, dat wordt het... Dus wij moeten eigenlijk gaan kijken nu intern binnen Iran. Gaan die hervormers het nu halen? Want die zullen zeggen, wacht even. Trouwens... Straks zit daar Biden, ja, daar kunnen we mee praten. Daar kunnen we mee werken. Als we nu iets doen, dan zijn onze kaarten minder goed. De totale kost van de Trump die uit de Iran-deal stapt, is wellicht voor Iran te begroten op iets van een $250 miljard equivalenten. Iran heeft nog maar $8 reserves over. Het water staat hen aan de lippen. Dus natuurlijk, als die revolutionaire garde bijvoorbeeld in Irak iets gaat doen, dan zal het land ja, nog moeilijkere dagen kennen. En ik denk dat we daar dus naar die onderlinge verhoudingen moeten gaan kijken. Van afhangen. David Kriekmans, dank voor de uitleg. Graag gedaan.